Breda Nu. Je weet het meteen. Het is inmiddels een traditie geworden in Breda. In het eerste weekend van september is het tijd voor Hartje Ginneken. Ook dit jaar stonden er weer grote namen op het podium, zoals Miss Montreal, Anita Meijer en als afsluiter de Golden Earring. Onze reporters Mike en Esther doken het publiek in en kwamen achter de schermen ook nog een paar artiesten tegen. Welkom bij Hartje Ginneken! Hoe vindt u nou hier op het VIP-dek? Heel gezellig. Ja, en wat maakt het nou zo gezellig dan? Ja, een sfeer en gewoon de mensen en zo. Dat vind ik wel leuk. Ja. Hoe kom je aan die pet? Ja, die heb ik van mijn vriendin gekregen. Oh, maar die is er vandaag helemaal niet bij. Dat is echt een festivalpet. En met dit soort feestjes als deze, dan moet die pet gewoon op. Kijk, jij begrijpt wel dat normaal, dan in het dagelijkse leven, dan ben ik natuurlijk een hele keurige nette jonge man. Maar vandaag moet die pet op. Je staat een echte fan? Ja, dit is Sean West, hè. Wat is het allermooiste nummer van Sean West? Dat eerste wat hij maakte, wat hij net zong. Zing hem eens? Ja, zing hem eens. Ja, ik kan een beetje zingen, maar Sean West is toch... Even nadenken, hoor. Wat was hij alweer? Nou, hier toch bij de bar staan, Mike. Mike, we gaan even de gastvrijheid testen. Ik ben benieuwd. Ik ook. Gewoon of dat we ook zonder muntjes aan drank kunnen komen. Daarom. We gaan het gewoon regelen. Ijster. Oh, cola, een ijster en een biertje. Zouden we dat kunnen regelen? Natuurlijk. Ja, dat is zo geregeld. Dat was vrij, hè? Ja, natuurlijk. Daar zijn we voor. Nou, lekker, dankjewel. Ik heb alleen geen muntjes, hè? Voortaan nemen we Esther gewoon altijd mee naar festival. Ik heb alleen geen muntjes. Maar... Wanneer hebben jullie voor het laatst een glimlach op je gezicht gehad? Nu net. Ja. Hoe is jouw glimlach? Ik heb wel naar mijn zin. Pardon? Hoe is jouw glimlach? Ja, uitstekend, als een kind. Doen we mee. En de echte glimlach. Ik kan dit middagje doorbrengen, want het is al vroeg afgelopen. Ga je daarna nog door naar de kroeg? Ja, dat denk ik wel, ja. Wat kan jou het schelen? Zie maar als zoveel. Ja, als je hier komt met dit weer, met een vol plein met publiek. En iedereen zit mee. Ja, dan weet je dat je niet voor niks bent gekomen. Goed, hè. Hey, heb je je setlijst ook nog aangepast voor Breda? Nee, eigenlijk niet. Want weet je, dus ik ben op een gegeven moment mijn eigen muziek gaan zingen. En op een gegeven moment ga je dan ook eigen publiek creëren. Mensen die van jouw muziek houden, ik kies mijn eigen stijl. En ja, het is gewoon heel simpel. Mensen die het mooi vinden, die zijn fan. En die het niet mooi vinden, niet. Ja, je moet wel ook een beetje opletten, hè. Niet dat je afgeleid wordt, hè. Nee. Kijk ergens anders naar. Oh, dat is goed. Daar is er ook bij, hè. Ja, daarom. Dan moet je een beetje vooruit kijken, natuurlijk. Karaoke! Mooie mut voor mij, een mooie gele mut voor mij. 1, 2, links, 3, haven, rechts, links, 2, haven. Ken je Bart? Wat zeg ik? Ken je Bart? Nee, maar Bart kent mij ook niet, denk ik. Nee. Wat Bart, hè? Hey Bart. U denkt er 3 tegelijk. Ja, 3 bier. Hartje Ginneken, waar gaat het hier over? Genieten van het leven. En de zin van het leven is... zin te hebben in het leven. En 3 bier helpt daar gewoon bij. Volgens mij heel belangrijk. Vertel het eens. Nou, als toetje nemen wij graag een stukje kaas. Nou, maar dit is nieuws. Heel klein stukje kaas. Breda Nu. Je weet het meteen.